Bij een brand in wooncentrum Wielaarderhof aan de Liklemastins in Leeuwarden is dinsdagmorgen een bewoonster om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 in de keuken van de benedenwoning. De Wielaarderhof ligt vlak naast het winkelcentrum Kamminga-Buren. Omdat er ruim 100 tweekamerappartementen in het complex met 7 woonlagen zijn, rukte de brandweer met groot materieel uit. Ook kwamen 2 ambulances naar de Liklemastins. Een gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet meer te komen. Hulp kwam te laat voor het slachtoffer.